100 gulden per dag. Met een maximum van 30 dagen. En als ze dan langer blijven? 2 maanden of langer. Toch 30 dagen. Oké, bedankt. Ja, hallo. Oh. Nee. Ik kom er wel aan. Emoties, daar moet je mee leren omgaan. Als je problemen hebt, dan moet je het eruit kunnen schreeuwen. Anders raak je geblokkeerd. Maar ja, wat doen wij? Kwastje erover. En je ziet er niks meer van. Maar het is labwerk, hoor. Kijk, iets ziet er niet goed uit. En dan gaan we het wegpleisteren. Problemen? Zeg. Ik heb het voor elkaar bij de politie. Ze komen niet op de telex zolang ze hier zitten. Zo. Nou, we krijgen 100 gulden per cliënt per dag. Dat hoor ik net van de sociale dienst. Zo. En een maximum van 30 dagen. 30 dagen? Ja, 30 dagen. Dat is meer dan genoeg. Dat moet hier een beetje doorstromen. Waar is Ellie? Alles wat ik hoop. Oh ja. Graag een goed gesprek met iedereen. Rapportje en merk. Doe me gek. Schreeuw het er maar uit. Dan doe je al gewoon genoeg. Klaasje. Klaas ten Kate. Voogdijkind. 16 jaar, suïcide. Misschien kan jij er vandaag of morgen even in. Kamer 311. Dank u, dokter. Kindertjes, die moet je verwennen. Koffie, dokter. Dat wel, maar mijn tweede vader niet. Dat kan ik me wel voorstellen, want wat heb die nou met te maken? Ik ben gevlucht uit het kinderhuis en ik ga niet meer terug. Ben je laat?
Hier, Janneke. Ze zit binnen. Wil jij dat misschien even doen? Ik ben nog bezig. En je echte vader? Die zit in de paarden. Manege of zoiets. Maar die zie ik nooit meer, want ik ben een paar keer overgeplaatst en nou weet hij niet meer waar ik zit. Of gelooft hij me niet? Ben je daar bang voor? Geloof me nooit. Hebben ze mijn hond al gebracht? Verdomme mijn hond. Zouden hem brengen. Ik ben Ellie. Waarom doe je je jas niet uit? Staat zo ongezellig. Ik zit hier ook niet om met jou gezellig te maken. Waar kom je vandaan? Hij slaapt me verrot. Ik ben zwanger. Ik wil er vanaf. Is er niks te eten in huis? Heb je al bij Giel in de keuken gekeken? Ik denk toch niet dat ik hier in de keuken ga snuffelen? Hey, kom terug. Kom terug, zeg ik je. Hey, niet de keuken in. Waar ben je aan, godverdomme? Ik dacht dat het veilig was hier, maar iedereen kan hier zomaar binnenlopen. Geen nou eens weg, hè? Dan kunnen we haar tenminste kalmeren. Ik kan alleen maar een looi pijp. Je bent weg. Ja, ik heb een huisje op het oog. Met kalfvaart erin op. En dan maak ik een kamertje voor mijn kind. Ja, en wat wil je dan? Nou, als het een beetje mee zit, dan koop ik een dure wagen op de pof. Dan maak ik een bord met Ben Commandeur, uw lesinstructeur. Wegwezen. Nou, dan wil ik een kaartje uit mijn zak kunnen trekken. En staat het dan op? Als ik het leg laat halen, ben ik nog banger voor Ben. Waarom ga je dan niet bij hem weg? Ach, weet ik veel. Als je het kind echt niet wil, en het is ook niet te laat. Het is niet te laat, het is net 10 weken. Dat is dus bijna te laat. En die hond, die is ook voor mij. Ja. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Over die hond of over je kind? Hé, jij! Turbotrut? Ja, ik bedoel jou. Die kleren dus voor jullie. Die kan de tering krijgen. Sta ik net helemaal ingezien met mijn koffelhaar, komt er alleen nog maar koud water uit. Hey, Gem. Kijk, mijn laarzen. Ach, rot op jij, kleren, jongen, het kinderthuis. Goed, hè? Het kan nog wel maanden duren. Of het helemaal goed komt, dat weten ze niet. Hoe kun je dit nou ook doen? Ik ben nog zo jong. Ik heb er nu ook al spijt van.
Wanneer kom je me halen? Volgende week. Misschien. Maken. Hebben we verdomme hier alles geregeld? Hier, Ellie. Ze heeft een afspraak voor je gemaakt. Met de dokter van de kliniek. Ah, jongen, bemoei je niet mee. Is toch zeker ons kind? Ja, rup maar op. Eerst groot de bek. Dan de boel hier een beetje op stel te zetten. Tel het je zakens. Knus gezintje. Weet je wat jullie doen? Jullie bekijken het maar. En smeer daarna even dat spul. Gaat er een lucht. Nou, je ruikt zelf ook niet zo lekker. Hé, hey El. Moet je luisteren. Ik ga naar een gezin. Zo. Wonen en werken tegelijk. Bij een hondentrimmer. En kan je dan trimmen? Nee, maar dat is het wel. Hé, hey Giel. Heb je geen koffie? Stel je voor. Ik in een gezin. Dan liggen ze 's nachts wakker als je niet op tijd thuis komt. Hey El, lig jij wel eens wakker van je eigen dochters? Ja hoor, vaak genoeg. Waarom werk je hier dan eigenlijk? Moet je niet thuis zijn? Mijn dochters hebben vaak genoeg geknuffeld. Die willen niet meer. Knuffelen? Jij? Politie! Waar? Daar. Wel verdomme. Ze hadden ons toch beloofd hier weg te blijven? Je hebt toch niet gezegd dat ik hier zit, hè? Nee, natuurlijk niet. En ik sta ook niet op de telex. Alweer politie. Ik ga ze bellen. Zo kunnen we verdomme hier niet werken. Zo, Gemma. Ze zijn er. Is toch wel goed, hè? Tuurlijk. Doe maar. Echt. Moet ik geen bloemen voor ze meenemen? Wel, nee, joh. Dat is helemaal niet nodig. Kom maar. Oh, Jezus. Ik kan geen afscheid nemen. Hé, hey, Klaas. Hey, watje. Giel. Giel, mazzel, hè? Charlie. Hoi, Lenny. Zo. Hey, doe je de groeten aan Ida? Ja. En aan dokter Jo. En aan Koen. En aan iedereen. En aan... Stop now.
nou? Hé, hey, Lenny, wat doen we nou? Nee, Lenny. Nee, dat hadden we niet afgesproken. Die Lenny, dat is een probleem. Jouw fout. Je had haar nooit moeten opnemen. Ja, wat dan? Ze kwam midden in de nacht aanzetten. Totaal verwilderd. Ina is al nachten met haar in de weer, hoor. Want alleen zijn kan ze niet. Ja, maar we kunnen het er niet houden. Nee, ze is een zwaar patiënt. Ze is 3 keer opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ja, toch is het zo. Hier. Nee, dan. Eerste zelfmoordpoging op haar 14e om aandacht van moeder te trekken. Ja, dan denkt Ina door met haar naar bed te gaan dat de boel weer in orde komt. Ach, klootzak. Oh, je ligt toch iedere nacht met haar in bed? Ja, hè? Ze is panisch. Ze wil gewoon veiligheid. Maar dat is iets wat jij toch niet snapt? Ik ben het met Tine eens. Ze hoort hier niet. Ja, toch wil ik het proberen. Ik heb het gevoel dat ik te helpen kan. En ik wil me 1 week helemaal voor haar alleen beschikbaar stellen. Ja, als we er nou al aan gaan beginnen, waar blijven we dan? Geef me een kans. Ja? 1 week. Wat mij betreft, ga je gang. Ja. En jij, Ellie? Privé-geëxperimenteer van een ambitieuze tante. Laten we proberen. Wat hebben we hier nou eigenlijk? Een opvanghuis, een behandelingshuis of een crisiscentrum? Een opvanghuis? Daar zit ik hem tegen. Ik ook. Zoek maar iets anders voor je proefschrift. Waar moet ze dan naartoe? We kunnen er toch niet zomaar de straat op gooien? Oké. Okay. Ik ga voorlopig mee gaan. Maar 1 week. Volgende punt. De politie. Er moet iemand naar de politie. Oh, wat een keer, hè? Ja, feestje. Zijn ze al begonnen? Ja, symbool. Gewoon een hoerenkast. Die zogenaamde hondenvent, het is helemaal geen trimmer. Het is een vieze, vuil pooier. Weet je dat? Ik heb het toch zeker zelf gezien? Allemaal kamertjes. Verhuurd is een zootje van die meiden, weet je wel? Nou, ik denk bij mij eigenlijk, ik weet genoeg. Daarbij, je kan de kleren krijgen. Ik kan je vent meer zien. Geen behangerstafel ook. God, meisje toch. Ga mijn moeder zoeken. Ja, die heb ik. Ze hebben nog altijd mijn kleren aangebracht. Ze zeggen dan wel dat het een roer is, maar het is toch mijn moeder. Doet er niet door, hè? Kijk, Klaas. Dit is nou Klaasje. Zo, Klaasje. Hup. Ga jij ook maar vast. Ja. Zal ik je even helpen? Nee hoor, meid, het gaat wel.
Met de brievenkast. Ja. Ja, bedankt, hè. Zo lukt het dus nooit. Oh. Oh, lekker verzorgd. Ja, wat? Gezellig is het hier. Oké, mazzel. Hoi, ik ben Dirk. Hé, hey, heb jij nieuwe veren? Van een vriend. Heb je nog in de kast hangen? Ja, gewoon, schrijf uit. Dan heb je gewoon gejat. Koop ik eens wat? Hey, El, ik heb gesolliciteerd. Op de drankafdeling van de supermarkt. Ze hebben me aangenomen. Mooi. En het lijkt me hier enig. Zijn er nog meer van die leuke jongens? Als je zo klaar bent, kun je daar op me wachten. Vorm van gerechtigheid na de overtreding van Monkau tegen Meijer. Dat Buren scoort. Heb je dat gezien daar? Wat? Het gaat op een zalige kamer. Het staat nog voor de spiegel. Van een mooie hoge raam, weet je wel. Nou ja, daar moest ik dus vanaf. En ik had inmiddels dus een heleboel ellende met mijn vriend. Want die heeft dus een ander. Nou, die zag het opeens helemaal niet meer zitten tussen ons. Fijn, hij heeft helemaal niet veel help met de verhuizing. Geen niet? Lekker. Zeg, hoe lang werk je hier nou al? Hoezo? Nou, je ziet wel een beetje pipjes, hoor. Je moet wel goed eten. Ga vandaan! Vieze, vale stinkgeuzen. Help eens even, man! Ja, alweer op de kou. Kinderdaas! Ja, daar zou wel een keer klaarkomen. Kun je een wiel verwisselen? Ik denk wel, meneer. Nou, dat leren we nog wel. Moet je daar kijken, grondje wel, Klaasje. Schitterend koetsje, moet je kijken, prachtig. Ja, hier is de wereld mee op wielen gekomen. Daar hebben ze er 15 miljoen van gemaakt. Ja. Kan je auto rijden? Ik ben pas 16, meneer. Ik heb nog geen rijbewijs. Nou, het is alleen maar een kwestie van de garage in en uit rijden. Maar ja, dat leren we nog wel. Ja, ja. Komt best in orde, hè? Ja, we doen hier alle soorten werk. Kun je spuiten? Is dat spuiten, hè? Ja, niet met je vinger natuurlijk. Ja, dat leren we ook nog. Hoi. Laat erbij, hè? Ah. Hey, Niel. Dat leren we wel. Hoi. Oh, mijn vriend. Even een voorstel. Misschien kan je even helpen. Waar heb je dat vandaan? Vanuit ons huis wordt niet gedeeld of gejat. Jij brengt dit samen met mij terug, of anders bel ik de politie. Nee, niet doen. Ik breng het terug. En morgen sodemieten je hierop. Je hebt nu een baan, dus je zoekt maar een kamer. Ik denk al, ik hoor toch iets? Die, waar was je nou vanavond? Ik had speciaal koffie voor je gezet. Zeg, Giel, heb je soms een kruikje voor mijn buikje? Oh, zal ik je even helpen? Oh, ik ben plotseling op straat gezet. En mijn vriend die wilde me geen eens helpen met de verhuizing. Die kant op. Je gaat er niet weg. Hoi,
wat enig. Kan je niet uitkijken, stommerd? Nou, zeg, dat doe ik zeg ook niet expres. Oh, Pity. Leuk. Jezus, man. Kijk toch uit. Nou, joh. Stok. Politie! Daar! Worden gesurveilleerd. Meneer, dit is onze gewone route. En is het ook gewoon dat jullie stilstaan? Uitgerekend hier voor dit huis? We staan wel meer stil, meneer. Wij dachten... Ja, jullie moeten niet denken. Jullie moeten doorrijden. Die auto, is die van hier? Ja. Staat fout geparkeerd. Krijg toch de koleren. Centrum Zuid, het Klaas. Ogenblikje, zal ik even voor u kijken. Nee, buurvrouw, geen dooie. Of wacht eens even. Hé, jij daar. Die zich onthouden. Moet je bij iemand wurgen? Het spijt me, buurvrouw. Vandaag nog net geen dooie. Belt u morgen nog even, misschien kan ik u dan helpen. Hoe vind je nou zoiets? Vreselijk, hè? Ja, oh, vreselijk. El, we zitten er eentje op je te wachten. Etje. Voel je rot? Ik voel me hartstikke rot. Etje, agressief, niet ongevaarlijk, thuis niet te handhaven. Zijn moeder staat er alleen voor. Asociaal gezin, slikt en dealt. Zwerft al maanden over de straat. Moet maar een tijdje hier blijven. Koen? Ja. Het gaat niet. Het lukt me niet met Lenny. Weet je dat het komt? Jij bent net zo'n psychoot als zij. Nou, ik had begrepen dat ze de bejaardenzorg in. Ah, zo oud ben je toch nog niet? Ze vindt het lekker warm bij jou in bed. Als ik me opstart, kruipt je vagina nog in. Lekker terug naar de moederschoot. Ja, daar ligt de kern van het probleem natuurlijk. Die moeder. Laat Koen Lenny nou maar een tijdje overnemen, hè? Ga jij dan verder met Pieter Juweel? Die moet nu zo snel mogelijk op kamers. Mm. Dat is in orde, hoor. Die is al weg. Ja? Ja. Klaasje dan? Nee, die is van mij. Klaasje is voor Klaas. Klaasje moet naar een pleeggezin. Ja, goede moeder. Altijd hetzelfde recept. Goed begeleid. Hè? Laat dat maar een Klaas over. Goede moeder. Mooi even lachen. Goed. Gemma dan? Tja. Wat nodig is, lichamelijk onderzoek. Dus internist. Ja, dan moet jij haar ook maar motiveren voor die groepstherapie. Oh, dat lijkt me enig. Nee, nee, dat hoeft niet. Ik heb al een taxi. Oké, ja. Ja, doei. Tot straks. Hey, joh.
is uit de krant. Ik heb er helemaal niks wezen. Oh, schat. Maak je absoluut geen zorgen over Dirkje. Zo'n aardige man. Oh, hij gaat me helemaal verwennen. Eigen kamertje. Eigen stereosetje. Nieuwe kleertjes. Oh jee, de taxi. Daar is hij. Ga maar. Nou, doei. Ja. Geef me hier. Ik ben Gemma, medewerker van het opvanghuis. Nou, doei. Ja, doei. Ah, Gutter, Gutter, Gutter. Is het weer zover? Kom maar. Ga maar zo eens even kijken. Zo'n klein patatje van je. Ja. Zeg wat. Wat? Ik weet niet. Geef niet wat. Welke dingen? Dat weet ik niet. Dat zei mijn vader vroeger altijd toen ik klein was. Waarom? Als ik wegliep voor dingen waar ik niks mee te maken wilde hebben. Er was een verhaal uit de Bijbel dat eindigde zo. En Gallio trok zich niets van deze dingen aan. Van mij trekt ook niemand zich wat aan. En die Gallio? Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik mijn vader nooit gevraagd. Ik had al heb geslikt. Joh, ik slik al jaren. Ja, hij wilde vanaf. Maar hij weet niet hoe. Nee. Hij wil er helemaal niet af. Jongetjes als Edje, die wachten tot hun tanden uit hun bek vallen. Tot hun hersens kapot gaan. Zo. Nou, wegwezen. Gaan we ergens afkicken. Alleen. Die jongen kan niet alleen. Ik zei alleen. Doodgaan doe je ook alleen. Als je wil leven, dan moet je het ook nog eens alleen proberen. Komt er niet meer in, hè?
best wel als ik... Mark, wat is terug? Jezus, Klaas. Dat kun je toch niet maken? Ha. Voorlopig gaat hij. Meteen ruzie hebben. Jij moet naar therapie. Ach, dat kan ik dan al leren. Praten. Dat doe ik toch. Nee, jij praat niet. Jij schreeuwt. Jij bekt iedereen af. Ach, wat. Turbo. Kutrut. Deur op slot. Oh ja. En wie kijkt hier dan naar de moe? Zo. En jij gaat naar je kamer. Want jij moet morgen naar school. Huppakee. En jij naar je eigen huis, je broek. Denken ze wel. Ja, kom op. Maar je straat op zou genieten. Als mijn ergste moeder nou zou zeggen dat ik naar therapie moest, nou, dan zou ik gaan. Maar ik laat me niet onwillen door haar zo. Jou wel iets te zeggen. In ieder geval heeft hij iets te vragen. Blijf erbij als je wil. Kom even. Jij bent mijn vrouw. Je hebt ons kind vermoord. Ons tot mens. Doe dat niet. Ik wil geen kind. Wat moet ik nou met een kind? Het is ook mijn kind. Ik moet tegen die meneer praten, tegen mij. Wat, jouw kind? Die meneer wordt niet gestraft. Nee, jij en ik. Hij is anders opgevoed dan wij. Gij zult niet doden. Zij moet gestraft worden, meneer. Ja, dat is mogelijk, maar moet jij dat doen? Dat niet, meneer. Jij was mijn vrouw. Jij bent mijn vrouw niet meer. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Ik dank u wel.
wat zijn kind. Het was helemaal niet zijn kind. Het was godverdomme van mijn vader. Nee. Zullen we dan maar naar boven gaan? Dan zal ik je aan de groep voorstellen. Zuster Vos. Ja? Er is een telefoon voor u. Oh, ogenblikje. Nou, dat lijkt me helemaal niks hier. Laat me gaan. Zo, gaan jullie mee? Hier. Ja. Dat is voor jou. Dat van mijn moeder. Dat doe je toch? Dat heb je beloofd. Ga dan. Zes pas. Ja? Ben ik weer mijn punten kwijt? Punten? Het is ook altijd hetzelfde met jou, hè? En trouwens, dit is Gemma. Neem me er even mee naar binnen. Weer een lieve. Neem er even mee naar binnen. Wat nou, punt? Ja, het is belachelijk. Ze werken hier met punten. Oh ja. Tja, wij werken hier met punten. Die moet je verdienen. 50 punten en dan mag je 2 dagen naar huis. U kunt daar wel even kijken als u wilt. Lenneke mag niet naar een bejaardentehuis. Want iemand die in een inrichting heeft gezeten, die kunnen ze dan niet gebruiken. Mevrouw. Mevrouw. Ja. En daar stond ik dan, hè. Tegenover die groep dan, hè. Ja, want die moeten beslissen of ik kan komen of niet. Ik hoef niet. Ik denk, wacht maar. Gemma zal eens even een paar steekwoordjes laten vallen. Zodat ze liggen te kwijlen van verlangen om Gemma een contractje aan te doen. Van mij. Ach man, ik heb ze van. Ik heb ze van. Je had die smolle moeten zien. Van die lape, bollerige kakballen. Voor de manege. Wat manege? Ja, maar de therapie. Nou, ik zeg de religie. Weet je, Gem, ik
ben een passief typeje. Nou, die man gelijk bij me van, nou, dan moet je dit bij me doen. Dan moet je dat bij me doen. En dat ga ik dan wel even leren. Gut. Hé. Hey. Hé, hey, je had ook niet moeten gaan. Je hoort toch hier bij ons? Zoiets laat jij hier binnen? Laat iedereen hier binnen die om hulp vraagt. Ja. Zo kom je wel aan een aantal psychopaten, hè? Heb jij niks beters te doen? Is het stijf van de drugs? Ja. Maar waarom? Ik kan me niet schelen waarom. Hij hoort hij niet. Oh, leuk, speeldoosjes. Nee, die had ik niet. Nou, blijf nou. Zag het eieren. Helemaal niet, ik heb het niet eerst. Nee, Lenny, die hebben één. Stammetjes. Heeft u luiers? Ja? Voor alle soorten beer is dit? Iemand meer luiers? Ja. En luiers. Navelbandjes. Spelden. Maak je nou maar geen zorgen. De rekening gaat aan mijn vriend. Ja, is heel leuk. Ja. Kletje, jij hebt helemaal geen vriend. Ah, meid, maak je nou eens druk over Derek. Ik heb er zo weer een nieuwe. Hey, Derek. Oh, leuk, een hond. Oh, die nemen we er ook bij. Oh ja, het wiegje. Nou, deze nemen we. Helemaal naar de kast, neem ik het wiegje wel mee. Oh, El. Het lijkt me toch zo enig, straks zo'n kindje in huis. Het lijkt me zo schattig, zo'n puppy. Het is geen hond, Derek. En trouwens, als het baby is, gaan ze weer weg. Hey, jongens! Hey! Wacht nou even! Ja! Keeps the rain and the tears of sight.
16. Ik had niet om te praten. Ik zal het er vragen. Dat bijvoorbeeld al. Het is mijn dochter. En u zal het er vragen. Ik kan u niks zeggen, meneer. Hanneke moet het zelf beslissen. Er zitten wat spulletjes in voor de baby. De vrouw heeft ze zelf gemaakt. Oh, jij zit er ook nog wat geld in. Ik kan er wel op rekenen als ze het krijgt, hè? U heeft niet veel lef. Dat hoeft ook niet. Ze heeft andere kwaliteiten. Ja, dat krijg je. Als nette dames sociale gaan doen. Dat zei je vader ook alweer, toen je klein was. Trek je er maar niks van aan, mevrouw Gallio. Je hebt wel een heel speciale manier om een mens te ontmoedigen. Dat is helemaal niet erg, meisje. Voor jou tenminste. Want tegen de tijd dat wij hier kapot gaan, kan jij worden gered. Door je familie, je opvoeding, je bankrekening. En wij, ons soort, wij gaan gewoon kapot. Weet je wat het met jou is? Je hebt groot gelijk. Zeg dat we hier hebben afgesproken. Heel zeker. Wat zullen we strakjes gaan doen? Strakjes? Ja, strakjes. Wat moet ik tegen de zeggen? Niks. Moet hij gewoon doen. Maar zou ze hem wel herkennen? Misschien. Ja, straks komt ze helemaal niet. Tuurlijk. Ga je nou maar rusten. Hoe is het mogelijk? Je bent precies mijn moeder. Hoe is het mogelijk? Heb ik dan ook nog een grootmoeder? Nee. Nee, die is al 30 jaar dood. Waarom heb je me nooit willen zien? Dat wou ik wel. Maar dat mocht niet. Oh ja. Dat werd me verboden. Verboden? Ja. Ze hebben je van me afgepakt. Ik was een voogdijkind. Dat ging toen zo. Kennen ze wel? Dus je hebt me willen zien? En waarom ken ik nou dan Anijne wel? Nou, misschien omdat je nou met andere mensen, met ons te maken hebt. Met andere mensen? Je bedoelt dat die anderen geen mensen waren en dat ben jij wel. Zoveel jaar.
Hoi. Hoe zit het hier echt? Wie was ook weer het onderhoudsman? Ja, dat was ik. Waarom zet je dan geen nieuwe ruit in? Ja, dat wil ik wel doen. Maar ja, dan zijn ze morgen weer kapot, hè? En er wordt oma Klaas vreselijk moedeloos van. Zeikerd. Kunnen natuurlijk ook de zaak omdraaien, hè? Als jij die kindertjes nou eens vertelt dat ze niet altijd op pikpuppies en asbakken door de ruiten moeten gooien, hè? Want jij was toch afgestudeerd psycho... Meester in de rechten. Ah. Of anders meester doctorandus Ina, hè? Want jij wel met intellect per kilo in de koppie, hè? Ja, of anders onze wel edelgestrenge, wel zeer geleerde oprichter. Kan ze een goede beurt maken bij de geleerde vriendjes. Want kijk, Klaas is maar een eenvoudige onderhoudsman, hè? En hij werkt hier omdat hij zelf ook zo'n jochie is. Niet lullen, ruiten inzetten. Ja. Goed. Ik pak morgen mijn spullen en ga die ruiten inzetten. Oké, als ik tenminste niet iemand tegenkom die bezig is zijn polsen door te snijden, hè? Of iemand anders zijn kop erin slaan. Want dan... Gemma. Jongens. Jongens, laten we even bij de agenda blijven. Punt 1, doorstroom. Wat nou doorstroom? Doelstelling. Wat zijn er nou? Opvang, te huis, vakantie, op gekke. Nee, dokter Jojo. Precies, gewoon een huis om uit te huilen. Geen psychiatrische gevallen. Inderdaad. Systematisch weigeren. Ja, ik vind ook, we moeten kritischer worden. Jongen. Alleen opvang en verder geen gesodemieten. Want dan gaat het niet samen, hè. Ik heb zo'n fijn. Ik heb last van mijn tong. Nou, dat is niks. Ik heb ook last van mijn oortjes. Dan ga je me toch niet voor uit de vergadering halen? Nee. Kom voor Klaasje. Wat is er met Klaasje? Dat is konijn. Zeker. Meester. Ik wil niet eten. Het is eigen doelstelling. Sinds wanneer werk jij je op als hulpverlener? Kom straks. Drugspecialist. Oude boer. Ik heb genoeg van het democratische gelul. Cruciale punt is niemand gaat weg. Ja, weet het wel. Ja, ze zien niet al lekker, hè? Trouwens, waar moeten ze naartoe? En als ze weg gaan, komen ze één voor één weer terug. Ja, dan krijgen we ook al geen cent meer voor. Oh, hier, punt 2. Hoe voorkomen we dat ze hier blijven hangen? Doelstellingen, doelstellingen en nog eens doelstellingen. En die moeten verdomd gauw komen, anders houdt deze jongen op. Met deze vivisectie hier. Punt 3. Hoe krijgen we hier alleen de ongecompliceerde gevallen? Mag ik misschien één vraagje opgooien? Hè? Kort. Speciaal voor de academisch gevormde onder ons. Hoe gecompliceerd is ongecompliceerd? 20 seconden bedenktijd. Ja! Gemeente, zijn we met. Als je me uit wil schelden, dan moet je een woord nemen wat je zeggen kent. En niet turbotrut, want dat ken je helemaal niet. Of wel? Zeg dan, turbotrut. Turbotrut. Ja, zie je nou wel, je kent het toch? Hey Klaas! Laat ze Klaas horen wat jij zegt, kind. Wacht even. 1, 2, 3. Turbotrut. Hé. Hey. Jongens, schijnen we gaan weg. Kom nou, snel, we zijn te laat. Kom nou. Opschieten, want we zijn te laat. Ze is aangenomen. Je ziet er zo mooi uit, kijk. Voor jou. Jezus. Dat ik nou weg moet, jongen. Ja, we moeten weg, jongen. Opschieten. Geef me de vlees. Die zaken. Hij wil even sherry voor me in de gaten. Ja. Kom nou, je moet weg. Moet je af te tellen. Doei! 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 Doei!
valt niet mee, hè? Kindje voor de eerste keer naar de kleuterschool. Zo'n aanval. Heb je dat wel eens vaker gehad? Hey, Koenie. Hey, Louis. En die medicijnen, Louis. Sinds wanneer slik je die niet meer? Lekker. Nou, sinds ze op zijn, hè. Dus daar kan je heel goed buiten. Dat zal wel, ja. Want ik leef nog steeds. Koenie. Dank je, Louis. Ja, als je hier weer blijft, zal ik je toch moeten onderzoeken. Helemaal niet. Waarom niet? Wat ben je bang voor? Kijk wel uit. Voor ik het weet stoppen ze me weer in één richting. En wanneer heb je voor het laatst speed geslikt, Louis? Schaken. Die jongen moet hier zo snel mogelijk weg. Alles! Hij moet naar het Centrum voor Epileptici. Het is levensgevaarlijk voor ons allemaal. Oh, niet voor Koen. Koen is een bondgenoot. Laat Koen hem maar motiveren. Hij doet het uitstekend. Simon, schrijf je Koen in? Dat weet ik niet, schat. Klaasje, hoe gaat het daarmee? Goed. Tenminste, ik dacht van wel. En ik dacht van niet. Klaas denkt met Klaasje alles te weten. En ik denk dat het niet zo goed met hem gaat. Oh. Ja, ik blijf erbij. Klaasje moet naar een goed pleeggezin. Regelmaat, veiligheid. Hier hangt hij er maar een beetje bij. Geef me een halsje zeepinsel in. Het ziet er niet mooi uit. Het is bloedvergiftiging en ik zal hem een injectie geven. En je krijgt een potje zalf mee om de wond in te zetten. Hou je me even goed vast. Een potje penicilline zelf. Goed. Dank u wel, dokter. Succes. Dank u wel. Dag. Ja. Zo, Edje. Ook weer terug. Potentieel klantje voor je, hè? Een scherf in zijn poot.
Had hij schervjes in zijn pootje? Kom nou. Hou eens op, dat konijntje had een schervje in zijn pootje. Bloedvergiftiging. Heeft hij bloedvergiftigingetje? Ah, die moet je niet doen. Poelen, 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 poelen. Ah. Hij is ziek, hoor. Hij is ziek, jij bent ziek, hè? Nou, doe maar lekker het hokje. Gewoon maar doorgaan met knuffelen. Ja, want al die geleerde doktoren en psychologen met die dikke boeken en dossiers, die zijn vergeten hoe lekker dat is. Oh, jeetje. Tijd voor een sapje. Maatje, weer een nieuwe voorraad? Mijn moeder. Ze is jarig en ik mag er niet in. Je lokt het zelf uit. Je moet niet steeds terug aan je, joh. Je hebt er net eentje gehad, Lenny. Ik weet zelf al wanneer ik ze slikken moet. Dan weet je dus ook dat je ze nu niet slikken moet. Gemma. Als je nachtje in de zaak leggen, want dan word je toch helemaal kleuren doof van. Nou ja, toen was een godskleren al mijn punten weer kwijt. Oh, punten? Punten. Hé, hey, zeg dan. Nee, wacht even. 1, 2, 3. Turbo terug. Ja! Telefoon opnemen, de pleit halen, de keuken bonnen. Zeg het maar. Ik wil alles voor je doen. Als ik maar kan blijven. Nou ja, dan moeten we maar eens kijken. Hè? Hey! Nou, ga dan maar even de taxi betalen. Zo! Jongens, stil. Had ik geslaapt. Zeg het dan, mijn moeder. Ze heeft je laten creperen, hè? Nee, Koenie. Jawel. Nee, jawel. Mijn moeder. Mijn moeder. Ze heeft me laten creperen.
zelf fietsen. Zo, Ellie. Ja. Ellie, Klaas, ja. Zo, nou jongens, proost op thuiskomst van Pieter. Thuiskomst? Ja, ja. Ach meid, moet je horen wat dat jongen nu weer voor een ellende heeft meegemaakt. Nog geen wens op de kamer. Oh ja, nou zeg je wel, man. Of... Laat hem even zelf vertellen. Dus ik zeg tegen hem, jong, niks aan de hand, blijf maar lekker hier. We hebben het toch gezellig met elkaar. Jij lijkt wel niet goed wijs. Hij blijft hier helemaal niet. Ach, man, waarom niet? Oh, Eldo, niet zo flauw. Je kan hem niet zomaar op straat laten staan. Ja, ja. Doe het. Laten we nou op de straat sturen. Oké. Ga je camera maar in orde maken. Maar denk erom, het is nog voor één nacht. Morgen wordt het allemaal opnieuw bekeken. Ik heb geen zin om met jou morgen naar de dokter te gaan voor de morning after. Ach, mensen, normaal. Ik ben helemaal niet van plan. Trouwens, ik moet toch ongesteld worden morgen. Of jij hebt van Ina condooms gekregen en die gebruik ik. Heb je dat gezien? Dat spikt hem helemaal in. Ze zullen zelf wel helpen. Heb je toch veel beter voor hem dan Ali? Misschien. Maar hij geeft helemaal niks om me. Heb ik hem meteen gemerkt. Een jaar 15 is het, ja? Ja, dol op haar. Ja, kom hier, doe je dan. U hebt geen tijd. Ja, als u wil het best wel. Ja, ja. Jij hoeft wat te doen vandaag. Ja, heb ik geroteerd. Dank u. Dank u wel. Daar. Ik zit hier nou een dag of wat. Maar ik heb nog met niemand één fatsoenlijk woord kunnen praten. Ik heb hier nog niemand de pokken kunnen schilderen. Hey, Ella, is je eigenlijk wel? Sorry, Gem, ik ben even bezig. Bezig? Zo, jij en bezig. Krijg toch wat, takkenwijf? Niks heb nog gevraagd, en niemand die. Dan neemt u goed, dan gaat het wel, want anders gaat het van pam, pam, pam. Richt in elkaar in. Want jij kwam allemaal kloot. Daarvoor is Gem toch niet hier gekomen? Dirk hier, kon ik vroeger nog wel eens lekker tegen aanlullen. Allemaal. Maar nou houdt hij zich alleen nog maar bezig met die Jozef en die Maria van hem. Met dat kind voor God. Ik ken hem aan de dag. Nee, niet weggaan. Je moet hier blijven. Ik heb het weer. Dat rotgevoel, weet je wel. Hier. Bel dokter Jo. Koenie. Ik wil Koenie. Koen slaapt net. Dat weet je best. Vooruit. Thank you.
jij houdt je rustig tot hij er is. Helpen. Ik ben nog homofiel ook. Ja, ach, ik heb het even gezien. En ze zeggen, dat moet ik ook allemaal nog verwerken. Ali, Ali, luister eens. Over dat krantenwijkje. En nou, Charlie die wil dus niet. En ik kan echt niet meer. Ik sta elke morgen op 5 op. En Hannes die kan helemaal niet, want die krijgt een kindje. En het kindje gaat dus gewoon nog veel geld kosten. Want het werk hard nodig. Moet het badje nog afbetalen, het liefje nog afbetalen. En zo is een hoor. Lekker, hè? Lekker. Als ik het weer voor laat komen, dan zeg ik het tegen jou. Want jij bent niet bang voor mij. Ik? Ik was dood voor je. Dat vind ik erg. Wat een rotlijf. Welk rotwijf, Louis? Je moeder? Wat een rotwijf. Mij laten opbergen. Ik krijg er wel. Dat zie je wel. Je kunt best zeggen wat je dwars zit. Je hoeft niet altijd te gooien. Wel gooien. Het gaat niet over als ik het zeg. Omdat je niet alles zegt. Je moeder. Wat een rotwijf. Wat een rotwijf, hè. Ze heeft je maar mooi laten zitten. Je kan niet eens schreeuwen. Alleen maar gooien en smijten. Ik kan best wel schreeuwen, hoor, Koen. Nou, schreeuw dan. Schreeuw. Ik kan het niet. Ik kan niks. Mijn handen. Ze maken alles kapot. Ik wil iets maken. Wat wil je dan maken, Louis? Iets. Iets moois. Dat je op de schoorsteen kan zetten. En dat ze dan zeggen, dat heeft Louis gemaakt. Daar staan jij die vraagdrukje. Nee! Nee! Wat is er nou? 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 W
wat hier? Massij. En hou jij eens op met een verdomde gestotter van je. Maar Koen, daar kan ik toch niks aan doen? Wat is het dan, hè? Hey. Koen? Zeg het maar. Zeg het maar aan Sherry. Hou me lekker uit, hoor. Schreeuw maar. Hou me lekker uit bij Sherry. Hier ligt hij. Kom dan. Kom, ik ben jou even naar huis. Kom, jij moet eerst eens even gaan slaan. Jawel, Koen. Jij gaat naar huis. Oké. Ik kan nog goed troosten, hè? Hé, Gems, zag je hoe Koen... Hé, hey, El. Zeg je ook hoe... Koen... Ik ga. Ik ben er weggelopen, maar een einde zint het me niet meer. Ja. Jullie zijn nou mijn huisje wel. Maar wat kan ik hier nou leren? Ik bedoel, die punten, hè? Dat ik dat niet heb kunnen verdienen. 50 puntjes maar. Het moet mij toch kunnen lukken. Zij hebt het schaartje. Hier, zie je nou. En dan mij de schuld geven. Bloed. Bloed. Ben je nou helemaal gek geworden? Kan je wel. Vooruit. Ga er maar mee naar je kamer. Deze lijn volgen. Dan weet je tenminste zeker dat je doodbloedt. Mag ik aan mijn pillen? Je hebt ze afgepakt. Thank you.
vader, hè? Houd toch eens op met die zaken. Hey, Dirk. Mijn vader, hè? Ja, schat, dat weten we nou wel, je vader, ja. Nou, maar die houdt maar mooi meer van paarden dan van jou. Oké, leuk. Zo! Luister eens, je moet niet steeds bellen. Nee, die lijn moet hier vrij blijven. Ja, we zijn begonnen. Hè? Nou, dat kan nu even niet. Ik zal het wel doorgeven. 2 uur. Ja, nou, als ik me niet vergeet, want mijn hoofd loopt om. Nou, doei! Zeg, El, luister eens, dit kan dus echt zo niet. Daar moet je ogenblikkelijk iets aan doen. Want we kunnen niet zomaar gaan zitten wachten, daar worden we gek van. Hannes en ik. Maar dat moet je ook niet doen. Ga wandelen. Of ga eens naar de bioscoop. Naar de bioscoop. En Hanneke dan? Laat Hanneke in godsnaam zelf haar kind krijgen. Daar heeft ze jou echt niet bij nodig. En Hannes dan? Misschien wil ik ook wel eens zonder jou. Nou, dat begrijp ik toch best. Nou, blijf dan maar lekker hier. Ga ik fijn een beker warme melk voor je maken. Alles moet warme melk. Ik bedoel het wel goed. Maar soms is het net al niks spoedig. Jou, die slaat hier de boel aan dicht, hoor. Wat? Ik? Ja, ik ben toch een beetje gek. Ja, jij hebt hem hier binnengehaald.
Nooit iets positiefs uit jouw bek. Man, ik doe niet anders. Al vanaf de eerste dag heb ik gewaarschuwd doelstellingen moeten hebben. Anders gaan we kapot. Nou, als je dat niet positief doet. Ah, de oprichter. Ze zijn er. Wie? De ambulance natuurlijk. Zo. 80 druppels in een glas melk. Eerst de druppels in het glas, de melk erbij waar je bij zit. Krijgt hij geen argwaan? 80 druppels. Ja, maar ik krijg een olifant met plat. Hallo? Dood. Ja, ik begrijp dat ze geen risico willen nemen. Moeten we niet eerst even een kilo overleven? Maar is dat niet wat overdreven? Ik kan misschien nog het wel zonder zo'n paar uur. Tja, ik kom eraan. We kunnen geen risico nemen. Hij moet weg. Maar wat doen we als het niet helpt? Ja, maar dat helpt wel. Dit huis is voor jou alleen maar een prestigeobject. Geen rotzooi. Anders geven we ze mee aan de zorgzame broedertjes. Ja, maar hij zal hier toch weg moeten. Ja, logisch. Dat vind jij, dat vind ik, dat vinden we allemaal. Maar hoe? Komen die gasten eerst naar binnenstormen? Of gaat Louietje vrijwillig mee, omdat Koen hem zo ver heeft kunnen krijgen? Maar wie zegt dat Koen hem zo ver kan krijgen dat hij rustig meegaat? Dan moeten wij hem erom die druppels geven. Maar Koen is toch bij hem? Laat hij het bekijken. Dat kunnen we nu moeilijk met Koen overleggen. Nou ja, zeg. Ah, jullie willen buiten Koen om die druppels geven. Jullie besodemieteren niet alleen Louis, jullie besodemieteren ook Koen. Dat verdom ik. Dat doe ik niet alleen. Kom maar met je eens. Dit kan niet. Dit gaat te ver. Nou, sodemieter maar op jij met je doelstellingen en je principes.
voet. Doet het pijn? Bloed nog wel, hè? Nou. Glasscherf in mijn poot gekregen. Dit is het konijn. Nee, mama. Zeg, Louis. Wat hebben jullie eigenlijk afgesproken? Dat jij voortaan mijn tante bent. En hij mijn oom. Nee, Louis. Even serieus. Wat gaan we doen? Nou, naar dat centrum. Nou, ik kijk nog wel. Weet je eigenlijk wat je hebt gedaan? Wat je hier allemaal hebt kapot gemaakt? Voortaan wil ik alleen nog maar iets maken. Juist. Heel goed. En die mensen daar gaan je mee helpen. Hè? Maar geen geintjes, hè? Geen geintjes van opsluiten. En ook niet bij mijn arm pakken of zo. Ik ga zelf. Wezenloos te sjouwen. Mijn hele laad is bijna uitgezakt. Als je nou even je tater zou willen halen. Ik heb toch gezegd met de trui van 2 jaar. Kom maar. Hij is blij je me te zien. Lekker zaak waarvallen. Wat is er? Hey. Waarom zeg je niks? Er is wat. Kom op. Ik sta er een beetje gemmen te vernachelen. De familie is toch zeker niet naar de wintersport? Ik kan je toch niet vertellen dat jullie de boel hier hebben opgeblazen? En dat ik hier voor niks naartoe gekomen ben? Gejellige pest. Alles heb ik over mijn kant laten gaan voor die klerenpunten. Alleen om naar huis te kunnen komen. Zit haar niet zo, maffe trut? Ik kan het niet meer hebben, hoor je dat? Eindelijk voel ik me eens ergens... Lekker. Gaat die klote tent weer dicht? Godverdamme. Moest dat nou? Ja, Gemma. Dat moest. Ik zal het je uitleggen. Uitleggen? Gemma. Ik zal je uitleggen waarom.
Virginie Bruin. Gemma, ik zal je uitleggen waarom. Je moeder je hebt afgestaan. Uitleggen? Bekijk het even. Maar je hoeft niemand niks niet uit te leggen. Zitten wachten, hè? Zeg dan. Ik moet zitten wachten. Hey, iemand heeft me zitten wachten. Nou, zeg, krijg nou wat.